Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, David Gamer. Ik zit zo als, ja, niet als gewoonlijk voor de tweede keer in opnames op mijn bureaustoel in mijn eigen kamer met mijn gaming setup. Als je de video nog niet hebt gezien van nieuwe monitor, moet je zeker even checken. Zou ik heel erg waarderen. Voor vandaag hebben we geen normale opnames. Nee, we gaan vandaag een scary opname maken. Waarbij ik zelf met een enge skin... en creatie. Misschien wat dingetjes om neer te doen of take the L. Gewoon allemaal van dat soort dingetjes. Gewoon wat enge dingetjes erin zitten. En dan ga ik mensen in een solo potje achtervolgen. En dan ga ik misschien een keertje op ze schieten. Ga ik me weer verstoppen. Ga ik ze weer verder achtervolgen. En dan zitten hun nog van, waar komt dat vandaan? Huh? Een beetje op die manier. En ik had zo net ook nog opnames, maar die zijn mislukt. Ik doe hem alvast even op solo. Sorry Esteban, hij deed in die opname mee. Maar ik was vergeten mijn mic op party te zetten. En daardoor heeft hij niet opgenomen. Als het goed is, neemt hij dat nu wel op. Ik doe ready en dan zie ik jullie zo in het solo potje. Iets te vroeg. Maar ja, ik wou sowieso nog wat zeggen. Esteban, dikke shout-out naar jou. Dat je mee wilt doen. Je komt sowieso nog een keer in een video. Maar ja. Sorry, het spijt me echt. Het spijt me. Sorry. Tot zo. En ik zit nu in de lobby. Ik ga nu even kijken waar ik naartoe wil. Ik moet niet een al te drukke plek hebben. Salty of Pleasant. Geen goed plan. Loot Lake. Ook niet echt. Al zou het wel kunnen omdat je de water hebt. Weet je wat? Ik ga naar Loot Lake toe. Ik pak alleen gewoon een simpel wapen. Het liefst een Silas pistol. Omdat, ja, hij is stil. Hoor je, heb je alleen maar een hit die je dan krijgt. En, ja, voor de rest ga ik ook niet met building werken. Dus ik ga helemaal niks hakken. Ik moet gewoon een beetje eng zijn. En dat is een beetje het doel van vandaag. Het is wel de 30ste aflevering Fortnite. De XXL scheme komt er weer aan. Wanneer weet ik nog niet precies. Mijn vakantie komt ook weer aan. Maar ik ga nog weer op vakantie. Dus dan wordt het ook lastig. Ik zie daar wel een gouden vending. Die ga ik gewoon even voor iemands neus wegnakken. Die silence. Zit dat erin? Nee. Natuurlijk niet. Normaal zou ik de heavy sniper kiezen. Ik luid erin deploy voor als ik moet vluchten of zoiets. Healing items, zoomt deze vet in? Nee. Oké. Dan gaan we nu op zoek naar iemand. Oh, ho, 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 ho. Dit is niet de bedoeling voor vandaag. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ik moet hem bang maken. Ik denk dat het nog best wel lastig wordt. Ik ga achter een boom zitten. Een stukje move. Weet ik veel wat ik moet doen? Oh, die is silenced. Geef me dat ding. Geef me dat ding. Hij is hier. Fuck. Het was de bedoeling dat ik mensen zou laten schrikken. Niet jij mij. Oké, deze moet ik dus even killen eigenlijk. Is hij nou gevlucht? Ja, sorry, maar... Nee, jongen. Shit. Oké, tot zo. Oh, ik was vergeten te lieven. Nogmaals, tot zo. Het werkt niet echt. Mijn knipmanier werkt niet. Manieren van knippen. Het PlayStation knipsysteem is redelijk lastig. Maar ik ben er uiteindelijk wel. Oké, ik merk dat deze manier niet echt werkt. Want er waren ook redelijk veel mensen. Ik moet eigenlijk achter iemand landen, denk ik. En dan moet ik hem achtervolgen in het huis. Dus ik ga het nog een keer proberen. Ja, tot zo. Alweer. Ik hoop dat ik het nu wel goed kan knippen. Want het ligt er een beetje aan hoe lang het duurt. Maar tot zo. Oké, nu heb ik weer. Als het zo is, hoop ik dat het eruit is. Maar als het niet zo is, dan is het er niet uit.
Als het goed is, zou het nu klaar moeten zijn. Oké. Ik ben in de beginlobby. Sorry dat ik zo slechte editor ben. Maar het is ook een beetje de bedoeling. Want ik vind dat zelf, vind ik dat comedy, dat het een beetje slecht is. Ik ga nu even iets lager met mijn stoel. Sorry voor dit vreselijke geluid. Maar ik heb niet zo'n hele fijne bureaustoel. Ik ga deze keer naar Pleasant toe. Want daar kan je wel iemand achtervolgen, denk ik. Oké. Het is dat ik maar net bezig ben. En dat het ook gewoon echt voor... Ik denk dat ik dit echt een paar potjes moet doen voordat het echt goed gaat lukken. Misschien moet ik een beetje de camp techniek gaan gebruiken. Dat kan misschien ook wel helpen. Omdat ik als Bush enge dingen ga doen. Of als baller mensen ga achtervolgen. Ik zit ook met een beetje te denken. Even kijken, waar landt iemand? Oké, daar landt iemand. Ik denk dat ik die gewoon een beetje eng bang ga maken. Oké, als ik hier een Silence Pistol uit kan krijgen. Naar deze kist zo. Maar eigenlijk had ik die moeten bewaren, die kan ik dan op ze gooien. Iedereen laat mij gewoon schrikken. Jeetje. GG gast, maar... De opnames gaan niet goed. Maar ik zie jullie zo weer. Ja, ik ben weer in de lobby, zoals jullie zien. Maar de challenge werkt nog niet echt. Ik denk dat misschien moet ik juist op een rustige plek landen. Hey, ik heb tenminste al wel een thumbnail. Scary challenge gaat fout. Tot zo. Ik ben er zo als het goed is in, alsjeblieft. Oké, ja, ik zet het in. Oké, de bus gaat zo. Hier gaan sowieso mensen landen. Hier, 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 hier en daar. Mega Mall ook. Een plek waar je iets van... Ik ga meteen eruit springen. Ik ga zo een baller fixen. En dan ga ik daarmee, ga ik dan mensen bang maken, denk ik. Ik hoop dat mijn mic goed is, zal vast goed zijn. Maar ik zit er nu wat verder vanaf dan normaal, dus ja. Alsjeblieft, laat mij even landen. Als het goed is, zijn... Nee, er zijn geen bal... Er zijn nog ballers. Flikker op. Flikker op. Fuck jou. Dit was... ik ga dood sowieso. Of dit gebeurt gewoon, joh. Flikker op. Ga je me volgen? Ga je me volgen? Ik ga niet wegkomen. Shit. Titel. Yep. Zucht. Als jij hier niet was geweest, was alles goed gegaan. Nou ja, tot zo. Ben ik weer. Ik heb hiervoor 3 potjes moeten spelen. Ik heb het hiervoor zelfs nog even als oefening geprobeerd. Toen lukte het ook niet. Ik dacht misschien in opnames gaat het beter, maar het is gewoon heel lastig. Iedereen heeft je meteen door. Iedereen die heeft te goede speakers, headsets, wat dan ook. Ik ga de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou leuk en wil je hier meer van zien? Kan je hier beneden op het abonneerknopje drukken. Dat zal mij heel blij maken. En het is helemaal gratis. Wil je de video's ook in je mailbox krijgen of gewoon in je scherm? Plonk. Dan moet je even het belletje aanzetten. Want dat zal je daar vast bij helpen. En dan mis je ook helemaal niks wanneer ik weer even mijn 30ste stream ga uitbrengen. Er komen ook misschien nog vakantievlogs, maar dat weet ik niet zeker. Op een gamekanaal. Bedankt voor het kijken en later.